Elm. Kanu. Pranjic buitenom. Die wordt weggestuurd. Daar komt Pranjic. Pranjic schiet. En Heerenveen staat weer op voorsprong. Feyenoord weet nauwelijks meer wat er met het elftal gebeurt. Spelen ze een half uur lang heel behoorlijk voetbal. Komen ze verdiend gelijk. 3 minuten later staat Heerenveen weer op voorsprong. Met een assist van Kalou en een treffer van Pranjic. Nummer 12 voor hem in deze competitie. 2-1 Heerenveen.